ga valse scherzo spelen van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Het is, ik heb het gekozen eigenlijk omdat het stuk wat ik eigenlijk wilde gaan spelen te lang was. Dus ik heb het heel korte tijd ingestudeerd. Het is een heel vrolijk stuk, maar toch ook een beetje... Het heeft ook cynische kant. Het is heel dramatisch ook in het langzame deel. Maar het is vooral heel erg vrolijk. Je kan heel erg uit erin. En het is heel erg leuk om met Natasja samen te spelen. Het is echt een leuke interactie. Dus ik geniet er echt van om te spelen. Wat ga je doen als je niet doorgaat? Ik ga gewoon verder met mijn leven. Ik vind het niet verschrikkelijk. Ik vind het gewoon heel erg leuk dat ik überhaupt ben uitgekozen om te spelen. En, ja, als ik door mag, dan is dat hartstikke leuk. En zo niet, dan ga ik weer vrolijk verder met waar ik mee bezig was. En allemaal andere concerten om te spelen. En... Ik heb echt genoten. Het ging alleen, ja, het was niet helemaal foutloos, maar ze vonden dat niet erg en dat hebben ze ook gezegd van dat gebeurt altijd. En, ik vond het wel een beetje jammer, maar ik heb heel erg lekker gespeeld met Natasja en ja, het was fijn.